9 jaar terug leden de boeren van Makiro nog volop honger. Toen namen ze hun lot in eigen handen. Caritas reikte kennis en ervaring aan. De mensen gingen ermee aan de slag. Ze ontdekten nieuwe landbouwtechnieken en beter zaaigoed, werkten hard en hielpen elkaar. Vandaag is het feestmarkt in Makiro. Trots tonen de boeren de vruchten van hun arbeid. Hun families hoeven geen honger meer te lijden. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Caritas agronomen geven advies waar nodig. Maar het zijn de mensen die het doen. Ze bouwen borders en greppels tegen de erosie. Ze leggen moestuintjes aan, bemesten met keukencompost. Ze koken op zuinige, houtsparende kacheltjes. Dankzij een simpel systeem is er water om de handen te wassen voor een betere hygiëne. Ze werken hard. Keihard zelfs, en ze oogsten meer maïs en mooiere bananen dan ze ooit hadden kunnen dromen. Christine is een van hen. De bananenteelt heeft haar leven veranderd. Uyu mugambi wo gutera ibitoke kuko bwa mbere ntavye twari dufise ibindi bitoke busanzwe bwama buto buto naho woshira ko mwavu urumva ntivyigera vyama nkuko ibi vyama ariko amaze kutuzanira ibi bitoke urumva twarabonye akarusha vyama ibitoke binini kandi bimeze neza tukarya no kunywa tukanywa gakura ngamafaranga tugafasha abana mu mashuri ubu rero bimeze neza tumaze kuja muri umugambi kuri mibitoke nta muntu agifise inzara. In de heuvels van Burundi wachten nog vele mamas als Christine op een kans. U kunt een van hen die kans geven door een geitje te schenken. Geitjes geven het hele jaar door melk en nog belangrijker mest. Mest die de bodem verrijkt en de bananen doet groeien. Dankzij u en uw geitje.